veel mensen verwachten dat we dan games voor de Nintendo, de Xbox, PlayStation 3 gaan ontwerpen, maken, designen. Maar dat is het totaal niet. Want wij leren hier juist om te gaan met educatieve games. Een educatief spel, dat is een spel waar je zeg maar leert iets begrijpen. Een soort school, maar dan digitaal. Zodat je dan bijvoorbeeld leert rekenen of leert schrijven. Ja, dat soort dingen. Het eerste jaar sowieso, dan wordt de theorie in de praktijk beoefend. Je krijgt dan een basisuitleg van bepaalde programma's. Dat is het grootste gedeelte, maar je krijgt ook heel veel praktische opdrachten. Ik ben nu mijn concepten voor 3D Max aan het tekenen. De bedoeling was om een robot te maken met een bepaalde functie en een bepaalde omgeving. Je hoeft hier helemaal geen tekenwonder voor te zijn, zolang je boodschap duidelijk is op papier. Dit is al de bewerkte versie van mijn concept. Ik heb eerst een tekening op papier gedaan, daarna ingescand en dan bewerkt met Photoshop. Dit is dan Flash, daar kun je een klein Java game in maken of een kleine animatie. Ik heb hier nou een rondje getekend en daar kan ik dan een geheel nieuw filmpje van maken. We zijn nu bezig met het spel Monopoly. Het was de bedoeling dat je het spel Monopoly, het klassieke spel, helemaal gaat veranderen in een eigen spel. De bedoeling was dat je inzicht krijgt hoe je iets moet bedenken en hoe je van start gaat om de planning te maken. Het creatieve deel, dat is dan zeg maar het layout verzinnen. Het technische gedeelte is juist het programmeren. Dus je moet in je hebben de creativiteit en je moet sowieso wel om kunnen gaan met de technische aspecten.